thuisblijven is geen optie. En dus zoeken we iedere dag pilletje, het gevaar weer op. Lig je daar lekker te slapen? Hé, pilletje. Dag, zandkonijn. Nou, datgene wat voor een Nederland vanzelfsprekend is als gevaar, dat is dat die twee auto's die net langskwamen elkaar toch raken. En dat zijn gevaren waar we ons van bewust zijn. Ik zou Nederland karakteriseren als een land waar men zich ruimtelijk vaak niet bewust is van zich, wat zich afspeelt. Dus dat betekent als je vraagt van, is het zo dat mensen die in de omgeving van Penis wonen, dat die zich van bewust zijn dat ze toch wel heel dicht bij... Heb je lekker geslapen? Dat mensen zich daar...